Jongens en meisjes, super tof dat jullie kijken naar de derde aflevering alweer van In de Zitzak met Bas. De verkiezingseditie, ja, dit keer over de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Stijn. En vandaag hebben we weer iemand in de zitzak, José. José, over welke partij gaan we het vandaag hebben? Over de Partij van de Arbeid, PvdA. En hoe lang zit je al bij de Partij van de Arbeid? Oh, dat is al heel lang. Zeker al 35 jaar. 35 jaar. En wat heb je allemaal voor de partij gedaan? Nou, ik ben als eerste lid geweest van de Partij van de Arbeid. Ik ben voorzitter van de Partij van de Arbeid in Beek geweest. Ik ben ook lid van het bestuur van de Rode Vrouwen geweest, landelijk. En sinds 2002 zit ik in de gemeenteraad in Stijn. En ik ben ook 6 jaar wethouder geweest in Stijn. En welke wethouder was je? Ik was wethouder van sociale zaken, economische zaken. Van alles, ja. Ja, het is wel grappig. Ook ruimtelijke ordening. Ook ruimtelijke ordening. Het is wel grappig dat je nou over sociale zaken begint, want jullie verkiezingsslogan is stem sociaal. Ja. En wat bedoelen jullie daarmee? Nou, sociaal is, wij staan voor iedereen. Hè? Voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Er zijn genoeg mensen die het net niet even het geld hebben om in het normale leven mee te doen. En wij willen dat iedereen kan doen. Ook mensen die met een beperking hebben, dat ze ook aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen. Dus de Partij van de Arbeid is voor iedereen? Voor iedereen, voor jong en oud. Ja, want voor de mensen die de Partij van de Arbeid nog niet zo goed kennen, wat voor partij is het? Wij zijn sociaal-democraten en het sociale zegt het al. En wij willen gewoon dat iedereen ook stemrecht heeft. Hè? Dus een democratisch besluit is zorgen dat iedereen ook iets te zeggen heeft. En als we de Partij van de Arbeid nou moesten neerzetten op een kaartje, helemaal links, helemaal rechts, zouden we dan uitkomen? Ja, wij zitten links. Links? Links. En helemaal links? Of? Nee, niet helemaal links. Ja, maar wij zijn een partij voor iedereen. Ja, dus het is, maar in ieder geval, we hebben wel onze linkse idealen. Ja. Okay. En dat linkse is gewoon dat we wij in plaats van zij. Je ziet, de Partij van de Arbeid zit natuurlijk ook met 9 zetels, als ik het goed heb, in Den Haag. Uh-huh. Wat heeft het eigenlijk voor nut om op een partij te stemmen die eigenlijk, ja, die toch al in Den Haag zit? Nou, kijk, in Den Haag, daar worden de landelijke zaken worden daar behartigd. Landelijk slaat ook neer op de gemeente. En in de gemeente zit je ook wat dichter bij de mensen. Dus wij zorgen, het heeft die 9 mensen alleen maar in Den Haag kunnen niet het hele land bestrijken. Dus vandaar dat de Partij van de Arbeid ook landelijk lokale afdelingen nodig heeft. Want als je dan samen een grote vereniging bent, hè, want we zijn een vereniging, kun je wel samen zorgen dat het overal goed gaat. Als we het toch over Den Haag hebben, vorig jaar was natuurlijk de formatie. Hè, toen ging het de hele tijd over Partij van de Arbeid met GroenLinks. Mm-hmm. Samen, die samenwerking, die is er. Ja. Willen jullie daar ook op lokaal gebied iets mee gaan doen? Ja, dat willen we heel graag. Ja. Partij van de Arbeid en GroenLinks, die hebben dezelfde standpunten. Of een grote deel en dan gaat het overeen. En als je samen ook een links blok kan vormen, sta je gewoon veel sterker. Ja, komt er ooit nog een fusie tussen die twee partijen? Ja, de GroenLinks in de gemeente Stijn, er zijn maar een paar leden. Daarvan ben ik er ook eentje van. Oh, dus je zit ook bij GroenLinks? Ja. Oh, dus de visie bij jou, is er in ieder geval. Ja. Wat zijn dan van die dingen waarvan je eigenlijk denkt, nou, GroenLinks, Partij van de Arbeid, dat gaat wel samen. Wanneer? Nou, dat zijn, kijk, GroenLinks is hetzelfde van ook meer het sociale. Het sociale en Partij van de Arbeid is in de loop van de jaren ook richting het duurzame gegaan. Dus wij willen gewoon een sociale, duurzame gemeente. En duurzaam is niet alleen maar groen, maar duurzaam is ook je leven, een duurzaam bestaan, een duurzame economie. Dat is allemaal nodig om het land en ook de gemeente toekomstbestaan
zelfstandig te maken. Grappig dat je nu begint over duurzaamheid. Dat was natuurlijk op landelijk niveau. Maar hier, ik had jullie verkiezingsprogramma gelezen. Hier willen jullie ook iets met duurzaamheid gaan doen. Ja. Bijvoorbeeld tiny houses. Voor de mensen die niet weten wat dat zijn, wat is het? Tiny houses zijn kleine huisjes. En eigenlijk zijn ze ook verplaatsbaar. In een kleine ruimte leef je dus. En daar heb je eigenlijk alles. Dus je bent eigenlijk ook bezig met dingen, met ontspullen. Omdat in een kleine ruimte, dus kun je vergelijken ook als je een caravan hebt, kun je ook niet je hele hebben en houden meenemen. Dus, en dan leef je daar eigenlijk je hele het hele jaar in. En zo is je ook ecologische voetafdruk wordt dan ook veel minder. En dat willen jullie hier gaan realiseren? Ja, en dat willen we realiseren. Het is en een oplossing voor mensen die heel duurzaam willen leven. Maar het is ook een oplossing voor jongeren die geen woning kunnen betalen. Maar daardoor zelfstandig kunnen gaan wonen. En wat wij het allerliefste willen is, want je hebt het verkiezingsprogramma gelezen. We willen ook hofjes bouwen. Zo'n narrenhofjes wat ik zei, wat in het verkiezingsprogramma zijn. En dat zijn woningen voor ouderen. En dat zijn dus, je woont dan in een hofje en dan heb je één huis en dat is een gezamenlijk huis waar je dus kunt activiteiten gezamenlijk kunt doen, ook gezamenlijk kunt gaan eten, gezamenlijk kunt koken. Er is ook een grote tuin wat je gezamenlijk zou kunnen doen, maar aan de andere kant heb je ook je eigen huis met veel privacy. Ja. En als je dat zou gaan combineren, die tiny houses en het hofjes wonen, dan heb je eigenlijk een gemeenschap waar jong en oud samen wonen en waar we naar elkaar omzien. Dat klinkt heel gezellig. Ja. En dat willen jullie dus hier in dat de gemeente? Zou ik het allerliefste willen, ja. Gaat dat ook gebeuren? Nou ja, dat ligt aan de kiezers. Hè. Als de kiezers zeggen van, maar dat is een goed idee. En dat is, want de ouderhuisvesting is ook een groot probleem hier in de gemeente Stijn. Daardoor is die doorstroom ook niet. Hè, want er zijn niet genoeg woningen voor ouderen om te verhuizen. Dus als je dat op die manier zou doen, heb je en de doorstroom. Mensen die in een tiny house willen wonen, gaan in een tiny house wonen. Mensen die in een hofje willen wonen, gaan in een hofje wonen. En zo creëer je wel een gemeenschap waar jong en oud samen wonen. Ja, en jullie zijn er dus ook echt voor de jongeren. Want ja, we maken deze video's samen met de Char, de Stijnse Jongerenadviesraad. En ja, uit een aantal overleggen met de Char kwam uit dat de jongeren toch klimaat en huisvesting heel belangrijk vinden. Maar daar zijn jullie dus wel echt mee bezig. Ja. Wij proberen ook ons oor te luisteren te leggen bij de jongeren. Hè? Want ik ben niet voor niets coach bij de Char. Ja. En zijn er verder nog dingen die jullie voor de jongeren willen gaan doen? Nou, er moeten ook gewoon genoeg ontmoetingsplekken zijn voor jongeren. Want in de coronatijd, jongeren hebben heel weinig perspectief. Er was niks te doen, je kon nergens naartoe. En dat perspectief moet je gewoon bieden. In de tussentijd, in die coronatijd, zijn ook heel veel jongeren hebben hun bijbaantje verloren. Omdat de economie ook slechter ging. Dus en het bijbaantje weg. Geen woning kunnen vinden. Geen contacten kunnen hebben omdat ook de scholen gesloten zijn. Ja, en dat perspectief wil je wel aan de jongeren bieden. En dat betekent dat er voldoende ontmoetingsplekken ook moeten zijn. Zoals ook jongerencentra's. Want niet iedereen heeft de leeftijd om ook naar de kroeg te gaan. En voldoende speelgelegenheden voor jongeren. Want het is bewezen dat nu, de afgelopen jaren, kinderen veel te weinig buiten spelen. Stel, José, dat we nou leven in een wereld waar je heel makkelijk dingen kunt aanpassen in de wereld. En stel dat de Partij van de Arbeid nou heel veel zetels zou krijgen binnen de gemeente. Wat zouden jullie dan binnen 2 maanden realiseren, als het zou kunnen? Ten eerste dat er niemand onder de armoedegrens leeft hier in de gemeente Stijn. Want er zijn zo'n 600 inwoners in Stijn die wel onder de armoedegrens leven. En dat is best wel veel, 600 gezinnen. Dat heeft ook te maken met dat de energieprijzen heel erg hoog zijn geworden. Dus gezinnen die in een huurwoning wonen of in een kleine woning waar die slecht geïsoleerd zijn, die krijgen opeens te maken met een energierekening die 2 keer zo hoog is. Nou, en dat betekent als het van 200 naar 400 euro gaat, dat betekent 200 euro minder voor te eten. En daar heb ik ook een motie voor ingediend om te zorgen dat daar
naar gekeken wordt. Maar ook naar gezinnen die ook, waar men wel werkt. En je ook, die ook de kans moeten krijgen voor duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Hè? Zoals zonnepanelen of spouwmuurisolatie. Want je kunt wel een subsidie krijgen, maar je moet het voorfinancieren. En dat voorfinancieren, dat is ook vaak een groot probleem. En daar willen we ook oog voor hebben. Dus zorgen dat iedereen mee kan doen met alles wat er in de samenleving te doen valt. Ja. Ja. En waar ben je nou echt trots op binnen jullie partij? Ja, hier op lokaal niveau of landelijk? Dat maakt ja, niet. Waar ik trots op ben is met betrekking tot duurzaam in mijn wethoudersperiode heb ik energieteams in de wijk opgezet samen met Sittard Geleen. Nou, en daar gingen dus mensen met een werkloosheidsuitkering of in de bijstand, die gingen naar mensen toe om hun om energiebesparende maatregelen aan te brengen. Bijvoorbeeld folie achter de verwarming, een energiezuinige douchekop. En dat sneed het mes eigenlijk aan drie kanten. De mensen die in de bijstand waren, ja, die hadden een bezigheid. Die kwamen even uit de uitkering. En de mensen die in de huizen woonden, die kregen lagere energielasten. José, heeft het ook voordelen dat jullie partij ook in Den Haag zit? Ja, het heeft zijn voordelen sowieso, omdat je leert ook van anderen. Hè. Je hebt een groot netwerk. En als hier iets gebeurt, dan ga je eens vragen van, goh, hebben jullie dat ook in bijvoorbeeld Groningen of in een andere kleine gemeente in Drenthe? En je kunt ook gezamenlijk moties voorbereiden. Hè? Zo als er iets landelijk is, inkomen is voor iedereen. Hè? Het is niet alleen maar Den Haag. Het is in alle gemeentes gaat dat armoede. Gaat ook in, dat speelt ook in alle gemeenten. En daar zijn dingen waar wij dus een profijt van hebben om binnen het netwerk te kijken van, goh, wat speelt er? En dat kunnen wij van jullie leren. En ben je het dan ook echt eens met alles wat namens jouw partij gezegd wordt in Den Haag? Tuurlijk niet, want je kunt niet altijd eens zijn met iedereen. Hè? Dus nee, maar je zoekt een partij die het beste bij je past. En het is een utopie om te denken van, nou, dat je een partij vindt die echt perfect, hè? Alles is ideaal. En dat is het niet, nee. Maar voor de grote lijnen wel. Ja, hetzelfde in de huwelijk. Je bent het ook niet altijd eens met je partner. José, dan is het nu tijd voor mijn favoriete onderdeel uit de aflevering, namelijk de elevator pitch. Je krijgt zometeen precies 60 seconden, 1 minuut dus, de tijd om iedereen die nog niet zeker weet of ze nou op de Partij van de Arbeid moeten gaan stemmen, ervan te overtuigen dat ze erop moeten stemmen, want ja, dat is wel jouw doel, denk ik, toch? Ja. Ja? Dus dan mag je zometeen, ik zal het even timen, 60 seconden lang iedereen overtuigen dat ze moeten stemmen op de Partij van de Arbeid. En de tijd gaat nu in. Stijn is een hele mooie gemeente om in te leven en te wonen en te werken. En dat gunnen wij iedereen. Maar niet iedereen heeft de kans om deel te nemen aan de samenleving in de gemeente Stijn. En dat moet anders. De Partij van de Arbeid gelooft in saamhorigheid, in wij in plaats van ik. Samen moeten we dat kunnen realiseren. En dat betekent dat iedereen een betaalbare woning moet hebben. Iedereen een goed inkomen moet hebben om van te kunnen leven. En dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat niemand aan de kant staat, want daarvoor stemt u Partij van de Arbeid. Ik vraag u, stem sociaal, kies PvdA. Nou, 45 seconden, dus je had zelfs nog tijd over. Nou, dankjewel José. Super bedankt, ook namens alle kijkers. Ik denk dat iedereen wel een goed beeld heeft van wat de Partij van de Arbeid nou eigenlijk is. En wat ze kunnen verwachten als jullie veel zetels krijgen in de gemeente. Heel erg bedankt. Vergeet niet even de video te liken. Laat in de reacties weten wat je ervan vond. Dat vindt José ook leuk om te horen, toch? Ja. Ja, dat vindt José ook leuk om te horen. En dan, kunnen ze jou nog volgen op social media? Ja, maar ik ben niet zo ster in social media. Maar jullie hebben wel een website? We hebben een website. En ook daar staat het verkiezingsprogramma. Dus ik zou zeggen, kijk alles gerust nog even na als je nog meer wil weten over de Partij van de Arbeid. Dankjewel weer voor het kijken en dan tot de volgende keer. Doei doei!